Hoi allemaal! Vandaag is er iets heel ergs gebeurd. Zoals jullie kunnen zien, is Maya opgesloten. Heel erg dus. Een klein jongetje heeft Maya opgesloten omdat hij denkt dat bijtjes stom zijn, want bijtjes prikken zo hard. Daar is hij heel blij over. Maar wie daar minder blij mee is, is Maya. Wat moet ze nu doen? Haha, ik heb een bijtje gevangen, yay! Nu kan jij mij niet meer prikken. Huh. Maar ik ben een lief bijtje en ik ga hem zeker niet prikken. Ja, dat kan jij wel zeggen. Oh, wat moet ik nu doen? Ik ga om hulp roepen. Haha, niemand kan jou horen en ik laat jou toch niet vrij. Wat hoor ik nu? Ik hoor, denk ik, iemand om hulp schreeuwen. Het klinkt zo dichtbij. Moet ik toch maar eventjes gaan bekijken. Wat zie ik nu? Maya, ze hebben jou opgesloten. Oh nee. Haha, ja. Ik heb dat gedaan en ik laat haar niet meer vrij, Boomba. Want bijtjes, die prikken. En die doen ons heel veel pijn. Nee. Je bent verkeerd. Maya is een hele lieve bij. Ja, dat zeg jij. Maar ik geloof dat niet. Want ik ben al eens geprikt geweest. En oh, dat deed zo pijn. Nee, echt niet. Zij blijft hier, bij mij. Oh, nonnie, nee. Oh, wat moet ik nu toch doen? Help mij, Boomba. Maya, ik heb wel een ideetje. Wacht, ik kom zo terug. Ga maar weg, Boomba. Ik hou hier de wacht. En Maya zal nooit meer vrijkomen. Dag, Boomba. Wacht maar eens even, jij. Wat zou Boomba gaan doen zijn? En hoe zal hij Maya kunnen redden? Ik ben wel heel erg benieuwd, hoor. Oh, ik hoor Boomba terug aankomen. Hallo, jongetje. Ja? Ik heb iets lekkers voor jou bij. Kijk maar. Wat heb je dan bij? Oh, wat is dit? Oh, dit is chocolade. Ja, dat lust ik wel graag, maar daarom ga ik Maya echt nog niet vrij houden, hoor. Ik hou ze hier vast. Ja, maar proef het toch maar eens. Oké, omdat het mijn lievelingssmaak van snoep is, zal ik eventjes proeven van de chocolade. Dit is wel erg lekker. Dat heeft gesmaakt. Haha, ik heb je gefopt, Boomba. Maya mag toch niet vrij. Dat zullen we nog wel eens zien. Hey, ik voel me plots een beetje niet zo goed. Ik word ineens moe. Ik zal wel even slapen. Ik heb iets getoverd in de chocolade, zodat deze jongen blijft slapen. Jee, goed gedaan, Boomba. Ga je me dan nu vrijmaken? Natuurlijk. Je moet wel snel zijn. Oh, wat ben ik blij. Ik was zo bang. Kom, we zijn weg. Oh, maar Boomba, kom. We leggen deze jongen in de kooi. Goed idee. Dan kan hij daar uitslapen. Trap deur toe. En nu wegwezen. Eind goed, al goed. Maya is gered. Dag.